goed, het was dus geen goede nacht. Ik heb echt maar een paar uurtjes geslapen, denk ik. Al die geluiden joh, om die tent heen en mijn matje was hard. En ja, nee, het wilde niet lukken, maar dan rit je je tentje open en dan zie je het uitzicht. En ook wat waard. Ik ben dus nog steeds op Tienge gemeten, het kleinste bewoonde eiland van Nederland. Normaal als ik voor RTV Rijnmond aan het werk ben, dan scheur ik door de regio in mijn Rijnmond-autootje. Maar ja, dat hier op Tienge gemeten geen optie, die heb ik aan de overkant moeten laten staan. En dus ja, zit er niks anders op dan het eiland verkennen, te voet of met de fiets. Zullen we op het bankje zitten? Ja, dat is goed. Eerste stop vandaag, het huis van Hugo. De meest bekende figuur hier op 10 gemeten. Een van de 10 laatste bewoners van het eiland. Zo. Ja, dit is genieten, hè? De stilte en de natuur. Ja. Ja, het is bijna zonde om geluid te maken. Ja, ja. Met alle vogels zingen en zo. Ja. Want Hugo, hoe is het om op 10 gemeten te wonen? Speciaal. Mooi. Ik zit er al vanaf 73, eerst als weekender. En ja, hier vind je altijd de rust. Ik zou hier ook niet meer weg willen proberen oud te worden. Valt soms niet mee, want ja, het is een hele hoop zelf doen natuurlijk. Werkelijk en dingen. Maar ja, het is zo'n eiland zo afgelegen, ja, dat is ook wel eens lastig denk ik. Je boodschappen, dus we proberen het maar vol te houden. Want teruggaan naar de stad, dat wil ik absoluut niet meer. Want ik ben helemaal ontgroeid. Je hebt hier heel veel contacten, sociale contacten. Want als ze mij een kwartier niet zien, dan trekken ze al aan de bel. In de stad kan je makkelijk 10 jaar dood liggen op de galerij. Dan weten ze geen eens dat je er bent. Je hebt bij Rijnmond wel eens een oproepje gedaan voor een vrouw. Dat deed me. Ik ben ook gewoon getrouwd geweest. Dus we hebben een lange relatie met dat deed me voor een soort grapje. Om hier. Hier willen niet echt vrouwen wonen, want je hebt hier geen winkeltje. Dus dat is moeilijk. Hoe ouder je wordt, hoe leuker het is om een gezelschap te hebben. Dus je mag altijd de dames weer aanmelden. Ja. Als iemand dit ziet en denkt, ik wil wel zo'n leven met Hugo, dan... Ja, dan is dat goed hoor. Ik drink nog een bak koffie bij Hugo, zegt dan gedag. Want het is tijd voor hele andere zaken. Dag Hugo, dankjewel hè. Ja, graag gedaan. Ik ben zeg maar fulltime toezichthouder bij natuurmonumenten. Ja, ik controleer dus de wet en regelgeving, de natuurwetgeving, zodat we kunnen voorkomen dat er illegale activiteiten plaatsvinden. Zoals bijvoorbeeld stroperij, afvaldumpingen. En kom je dat soort dingen tegen? Ja, toch wel. Toch wel best veel eigenlijk en steeds meer. Vroeger was er ook wel stroperij, maar dat was toch vaak eigenlijk voor... mensen hadden het niet zo breed, dus eigenlijk voor hun eigen maaltijd. Maar tegenwoordig is dat niet meer aan de orde, maar zie je gewoon, als er geld aan te verdienen is, dan gaan mensen dit soort dingen doen. En dan heb ik het over palingstroperij, snoepbaarstroperij, maar ook op reeën. Nou, we varen nu een grote kreek in, helemaal aan de achterkant van het eiland. En ik wou je dit even laten zien. Het is een prachtig, het is echt super prachtig hier. De Beverburg, de bevers, alles zit hier. Maar wat hier ook gebeurt, tenminste, dat was vorig jaar het geval, dat hier, hier net achter een hele grote hennepplantage zat. En ik dacht iets van 600 planten. En ook dat gebeurt gewoon op een eiland als 10 gemeten, waar je dat eigenlijk niet zou verwachten. En dat is ook wel belangrijk van ons werk. Het is vrij onzichtbaar werk. Als je 's ochtends wakker wordt, denk je van nou, het ziet er allemaal nog hartstikke mooi uit. Maar ondertussen kunnen er wel reeën gestroopt zijn, kunnen de vissen weggevangen zijn. Of zij zijn hier bezig een hele grote plantage op te richten. Dus ik haal mijn voldoening echt uit mijn werk om de grote misstanden in de natuur, om die aan te pakken. Daar haal ik echt mijn voldoening uit. Ja, de iets spannendere kant van 10 gemeten. Wat op zich ook wel spannend is, is dat ze voor vannacht wat onweersbuien hebben voorspeld. Ja, daar hou ik eigenlijk helemaal niet van. Maar goed, ik heb tot nu toe ontzettend veel geluk gehad met het weer. Dus ik mag zeker niet klagen. Ik
ga gewoon proberen in ieder geval beter te slapen dan gisteren. Wel trusten.